als Donna niet was overleden, had zij er niet geweest. Want wij waren al klaar. Dus ja, heel anders, ja. Hoe je als jonge ouder omgaat met tegenslagen is van invloed op de band die je opbouwt met je kind. Hierin zijn de eerste 1001 dagen alles bepalend. In deze serie brengt Noppies verkrachtige papa's, mama's en parents-to-be samen om hun inspirerende verhalen over deze intense periode met ons te delen. Nou, we gaan kijken waar we het vandaag over gaan hebben. Zwangerschap. Wow. Leuk. De eerste was mentaal en ja, met de kwaaltjes echt verschrikkelijk. De eerste heb ik eigenlijk gewoon niet bewust meegemaakt. En daar baalde ik wel altijd van. Maar bij de tweede, dat voelde eigenlijk als mijn eerste zwangerschap. Dat was zo fijn, zo mooi. En ik denk, ja, dat is echt mijn kind. En dan nu bij de derde is het dan weer ook weer heel anders. Dus ja, ik heb echt dan drie totaal verschillende zwangerschappen maak ik mee. Hoe kwam jij erachter dat je weer zwanger was? Ik kwam op een donderdag thuis van mijn werk. En ik kom stond in de keuken en ik loop de keuken en het begint te janken om helemaal niks. Dus hij kijkt me aan, hij zegt, ja, het is weer zo. Ga maar een test doen. Ik hoor echt een vreugdedansje doen zo door de kamer. Ik had dus gewoon gedroomd een nacht dat ik zwanger was. Dus ik ging echt, nou, 's ochtends vroeg om 6:00 van bed af en ik had nog 1 test liggen. Dus ik dacht, nou, ik ben al zwanger en ik heb het gedroomd. Dus het was dus mijn derde zwangerschap dit, nadat ik dus mijn tweede dochtertje ben verloren. Dus ja, ik was ook niet blij. Ik zei, Jan, hier, kijk even. Kijk even. Ja, maar ik had het al gedroomd, dus ik had het al meegemaakt of zo. Heel bizar. Die nacht. Maar ook wel heel mooi. Jawel, absoluut. Dat was echt apart. Bijzonder. Ja. Hebben jullie ervan genoten, van je zwangerschap? Nou, ik heb best wel veel kwaaltjes gehad. Bij alle drie de zwangerschappen eigenlijk wel. Bij de laatste was het wel echt dat ik dacht van... Ja, ik had ook niet echt een band met het kindje. Nee. Dat is misschien echt heel erg om te zeggen, maar omdat de kwaaltjes zeg maar zo overheersend waren... dacht ik echt van, moeten we dit wel echt doen? Ja, dit. Moet ik mezelf dit wel aandoen? Ja, ik heb natuurlijk mijn derde zwangerschap heel anders meegemaakt dan mijn eerste 2 zwangerschappen. Ik kan ten eerste mijn gevoel niet uitleggen wat ik heb gehad 9 maanden lang, want ik was natuurlijk aan het rouwen. Weet je, dit kindje is opgegroeid met verdriet in mijn buik. En als Donna niet was overleden, had zij er niet geweest. Want wij waren al klaar. Dus ja, heel anders, ja. Heel dubbel. Dus ja. Nou ja, de eerste 3 maanden heb ik er ook niet echt van genoten. Toen was ik heel erg misselijk en ik had alleen maar bloedingen constant eigenlijk. Dus ik was constant bang dat het mis zou gaan. Maar toen het eenmaal wat minder werd, het bloedde. Ja, ik zat heel vaak aan mijn buik en Scarlett vond dat altijd echt heel, nou ja, irritant is een beetje een groot woord, maar ze had altijd zoiets van, waarom zit je nou de hele dag aan je buik? Waarom doe je dat nou? Waar is er nou goed voor? Probeer een foto te maken van een zwangere buik zonder dat je je buik vasthoudt. Niet te doen. Het gaat gewoon heel automatisch. Gewoon, dat je constant gewoon lekker zo daar aan zit en het is gewoon fijn. En ja, ik had eigenlijk gewoon, toen hij in mijn buik zat, had ik gelijk een band met hem, zeg maar. En dat is, ja, dat is alleen maar sterker geworden. Wanneer je buik echt een beetje dikker wordt en het gaat schoppen en zo, dan, ja, er zit echt iets in dan. Dat is echt een bizar gevoel en ook een bizar idee, toch? Dat er gewoon een kindje in zit. Het komt ook omdat je dan die beweging ziet en dat je denkt, er zit gewoon echt een mens. Ja, toch? Er zit een mens in mij. Dat moet je gewoon ervaren. Dan weet je pas, volgens mij, hoe bijzonder, hoe bizar dat is, hoe onwerkelijk. Ja. En jullie partners, hoe hebben die de zwangerschap ervaren? De eerste twee zwangerschappen, daar was mijn partner niet bij. Toen hadden we ook geen relatie. En bij de derde dus wel. En wij zijn echt heel goed samen. Ja, nou, fijn toch? Ik vind hem heel lief en hij mij ook. Oh echt? Nou, hou zo. Ja, dat is mooi. Maar je was dus die eerste twee zwangerschappen was je alleen? Ah, ja, was ik alleen. Echt? Ja. Oké, okay, ja. Heftig. Ah, ook pittig. Ja, vooral bij de eerste. Ik denk dat het daarom ook bij de eerste zo heftig op mijn dak kwam. Ja, dat ik echt dacht van... Ja, dat gaat helemaal niet goed. En nou, die kwaaltjes, dat maakt het er natuurlijk ook niet beter op. Ik heb echt de hele zwangerschap gespuugd. Omdat ik echt, later dan kom je dan weer tot jezelf. Ja, en dan denk je echt van, ik heb zo'n mooie periode in mijn leven eigenlijk aan me voorbij laten gaan. En toen werd ik dus zwanger van de tweede, dacht ik, dit pakt niemand meer af. Ja, dat was het. Ja, dit is echt gewoon mijn moment nu, 9 maanden lang. Ik ben wel echt door mijn zwangerschappen veranderd, denk ik. Door mijn eerste ook, ja. Ik was echt heel jong
En misschien een beetje naïef of zo op een bepaalde manier. En ergens nog een soort van onzeker. En dan kwam bij mij wel een soort zelfvertrouwen of zo, wat ik daarvoor helemaal niet had. Ja, ik ben veel milder geworden, denk ik. En gewoon voor anderen, maar ook voor mezelf milder geworden. Ik heb best wel zware jeugd gehad en veel depressief geweest. En dat is wel echt veranderd, dat ik veel meer open sta voor dingen. En gewoon dat ik dat ook voor hem moet doen, omdat ik wil dat hij gewoon vrij en open staat in de wereld. Ja, ik ben zeker wel veranderd. Bij de eerste was ik heel jong. En ja, dan weet je eigenlijk gewoon nog helemaal niet wie je bent. Hoe jong was je dan? Ik was 20. Ja. En als ik dan terugkijk, denk ik echt van wauw, ik heb eigenlijk gewoon zoveel stappen gemaakt na iedere zwangerschap. Ja. Dat ik echt denk van je mag wel trots op zijn. Nou, ja, tuurlijk. Je 20ste, wauw. En nu mag ik het gewoon weer ervaren, dus ik ben echt hartstikke dankbaar. Mooi. Ja. Ja. Nou dames, dat was een leuk gesprek. Ja. Ja, leuk. Een mooi gesprek ook vooral. Ja, toch? Om het allemaal van elkaar te horen. Hele fijne zwangerschap. Ja. Dankjewel, jij ook.